We hadden nooit verwacht dat het dit hier in Drachten zou kunnen gebeuren. Je hoort het natuurlijk, het is niet het eerst dat zoiets, zo'n aanslag is, wordt gepleegd op een moskee. Maar ja, we dachten altijd dat wij hier in Drachten, in Friesland, waar we nooit problemen met mensen, met onze buren of andere kerken. Het zijn alleen maar goede samenwerking geweest. Wat doet dat met u? Boosheid eigenlijk. Boosheid en ook het raakt je eigenlijk diep van binnen. Dat zegt wat een persoon of een groep personen voor gevoelens voor je heeft om zoiets te kunnen doen. We zien dat een persoon in het capuchon naar de zijkant van de moskee is gegaan. En hij had een rugtas bij zich. Hij heeft eerst zijn gereedschappen gepakt en begon eerst te gooien met dingen. Dat was niet duidelijk in beeld met wat hij gooide. En daarna zie je dat hij aan het strooien was met zeker brandbare vloeistof. En daarna heeft hij de boel in de fik gestoken. En dan zie je dat het er een enorme brand is ontstaan. We gaan onze veiligheidsmaatregelen nog verder aanscherpen. En in samenwerking ook met politie en gemeente gaan we zeker om tafel om te kijken hoe wij de veiligheid nog beter kunnen garanderen.